Wij zijn hier in het instrumentendepot van het leerorkest. Wat wij doen hier is wij ontvangen al die instrumenten van bijvoorbeeld de actie Klassiek Geeft van Radio 4. Instrumenten die komen hier binnen, eerst bij de eerste magazijn. Wij registreren alle instrumenten. Vervolgens gaan ze naar een van de drie ateliers die wij hebben. En daar worden ze gerepareerd, gereviseerd. En zodra ze klaar zijn, dan zetten ze weer in een andere kamer klaar. En dan staan ze eigenlijk klaar om weer naar scholen, naar heel het land te vertrekken. We zijn hier in het houtblazersatelier en wij werken hier met 6 mensen aan het onderhoud en de reparatie van die serie instrumenten. De reparaties die veel voorkomend zijn, dat zijn bijvoorbeeld verbogen assen op instrumenten en polsters. Dus de polstertjes, dat zijn deze kleine kussentjes die de toongaten dichtmaken, die moeten geregeld worden vervangen. Nou, wij hebben eigenlijk al zo'n 6000 muziekinstrumenten ingezameld, maar wij kunnen veel meer gebruiken. Ook geld eigenlijk, want het instrument die binnenkomen, die moeten we ook repareren. Daar hebben we ook geld voor de onderdelen nodig. En het is zo dat zodra ze binnenkomen, dan worden ze meteen onder handen genomen door al onze professionals en vrijwilligers. Zodat het instrument zo snel mogelijk het hele land ingaat en een heleboel kinderen gelukkig maakt.